Vandaag is de titel van Gods woord die wij samen gaan studeren, laten wij een heilige verering bieden aan God. Laten wij ook door de Bijbel de betekenis van Gods woorden. In het Oude Testament wordt de uitdrukking verering weergegeven als offer. Dat is de reden waarom het Pascha-verering het Pascha-offer genoemd werd, toch? De Sabbat-verering werd het Sabbat-offer genoemd in het Oude Testament. Ten aanzien van het offer waren er 5 belangrijke offers in het Oude Testament. Als eerste was er het offer dat gedaan werd met het vuuroffer, toch? En er was het graanoffer, dankoffer, zondoffer, schuldoffer, enzovoorts. Door deze offers werden zij vergeven van hun zonden. Met andere woorden, worden wij vergeven door de verering en komen dichter tot God. Zowel in het Oude Testament tijden als de Nieuwe Testament tijden was er geen ketting die God en ons kon verbinden, uitgezonderd de verering. Verering diende als een ladder en een brug die de hemel en deze aarde verbinden. Wanneer wij hieraan denken, kunnen wij begrijpen hoe belangrijk de verering is. Wat betreft de verering is er eerst Gods uitnodiging en als tweede is er de ontmoeting met God. Wanneer het gaat over een preek, zeggen sommigen, de preken van deze pastor zijn goed en van die pastor zijn saai. Of, de preken van deze pastor zijn lang en van die pastor zijn kort. Wat echter belangrijk is, is niet de preek op zich. Wat is een preek? Het is alleen de woorden van God bezorgen. Wij komen niet om vermaakt te worden door een pastors vaardigheid of techniek, of om te zien of hij goed kan uitleggen of niet. Als u een eredienst bijwoont om naar een preek te luisteren of naar een koor, bent u verkeerd. U bent hier vandaag gekomen om God te ontmoeten. En u bent alleen hierheen gekomen om God te danken voor zijn verzoening, voor onze zonde en voor zijn zegeningen. Dus wanneer het aankwam op God dienen in de tijden van het Oude Testament, kon de verering nooit worden weggedaan. Aangezien het onmogelijk is om God te vrezen of in God te geloven zonder de eredienst te houden, is de verering essentieel. Elke eredienst die aan God geofferd wordt, is werkelijk belangrijk, ongeacht of het een jaarlijks feestdienst is, of de Sabbatdienst, of de derde dagdienst, wij moeten dit in gedachten houden. In verering is er de oproep van God en is er de ontmoeting met God. Ook moet er iets zijn dat God ons gebiedt door de ontmoeting. God zei, ga zelfs tot aan de einde van de aarde en verkondig alle woorden die u van mij hebt gehoord. In verering zit ook zo'n boodschap. Door dit zo in onze harten te graveren, laten wij dan studeren naar de titel, laten wij een heilige verering bieden aan God, door het evangelie van Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4, vers 21. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader, wat doet? Die de Vader zoekt, wie hem zo aanbidden.
God zoekt deze mensen. Er staat in Matteüs hoofdstuk 24 geschreven dat God de hemelse engelen uitzendt in de laatste dagen om de uitverkorenen bijeen te brengen uit de vier windstreken, van de ene uiterste van de hemelen tot de andere uiterste ervan. Wie zijn de uitverkorenen die God bijeenbrengt? Zij zijn de ware aanbidders. Wie aanbidden zij? Zij aanbidden de ware God. God zoekt zulke mensen. De verering is zoveel belangrijker in dit tijdperk. God zoekt en roept aanbidders. God onderzoekt ieder onderdeel van alle mensen op aarde om hen te leiden naar de hemel. De verering van vandaag heeft deze betekenis. De tijd dat wij God ontmoeten is de tijd van de dienst. Op dit moment zijn wij God aan het ontmoeten. Er staat in Johannes hoofdstuk 4 dat Vader zoekt naar hen die hem aanbidden. God verklaart het in de Bijbel en er is een aanbidding die God wilt. God zoekt hen die deelnemen in de aanbidding die hij wilt. Laten wij naar Psalmen hoofdstuk 50 kijken om Gods wil te begrijpen. Laten wij kijken naar Psalmen hoofdstuk 50, vers 4. Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde om over zijn volk recht te spreken. Verzamel mij, mijn gunstelingen. Wie zijn Gods gunstelingen? Die een verbond met mij sluiten door offers. Het offer hier wordt in het Nieuwe Testament beschreven als verering, toch? Offering en verering hebben dezelfde betekenis. God zei, verzamel mij, mijn gunstelingen, die een verbond met mij sluiten door offers, door het oude verbond in de Oude Testamenttijden en door het nieuw verbond in de Nieuwe Testamenttijden. En in Johannes hoofdstuk 4 staat dat Jezus zegt dat de Vader de aanbidder zoekt. Zonder verering kunnen wij de relatie tussen God en ons niet voorstellen. Zonder verering is er geen richtlijn om te onderscheiden tussen gelovigen en niet-gelovigen. Wanneer wij slechts alleen denken aan de verering, heeft het zo een belangrijke betekenis dat wij zeker moeten zijn dat wij zulke kostbare mogelijkheid niet verliezen om God te aanbidden. Ongeacht wat er gebeurt, moeten wij deelnemen aan de aanbiddingen die aan God worden geofferd. Toch? God zei dat hij aanbidders zoekt. En in Psalmen hoofdstuk 50 zei God, verzamel mij mijn gunstelingen, die een verbond met mij sluiten door offers. Laten wij dan eerst zien wat voor soort offer God toebehoort en bevestigen wat voor soort mensen het zijn die God roept. Laten we kijken naar Exodus hoofdstuk 12. Exodus hoofdstuk 12, vers 25. En het zal gebeuren dat u in het land komt dat de Heer u geven zal, zoals hij gesproken heeft. Dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen, wat is het? Dit is een Pascha-offer voor de Heer. De Pascha-verering wordt het Pascha-offer genoemd in het Oude Testament. God zoekt en verzamelt de mensen die op deze manier aanbidden. Ik heb u net een van de typische vereringen getoond. Laten we nogmaals naar vers 27 kijken. Dat u moet zeggen, dit is een Pascha-offer voor de Heer. Die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. Wanneer wij denken aan Exodus hoofdstuk 12, Johannes hoofdstuk 4 en Psalmen hoofdstuk 50, kunnen wij bevestigen dat wij zeker de hemelse mensen zijn die God zoekt. Aangezien wij in de waarheid zijn en de Pascha-verering houden, het is waar, door de getuigenissen van de Bijbel.
Hoe offerden zij die verering aan God in de Oude Testamenttijden? Er zijn vele uitdrukkingen over offering in de Bijbel en ze kunnen onbekend klinken voor degene die niet vaak de kans krijgen om het Oude Testament te lezen. Er waren 5 verschillende soorten offers. Laten we denken aan de eigenschappen van die offers. Net zoals er nu verschillende soorten vereringen zijn, zoals offer voor verzoening, een dankoffer, aanbidding om glorie te geven aan God. Er waren ongeveer 5 verschillende soorten verering in het Oude Testament. Eerst hadden zij een verering met een vuuroffer van dieren zoals lammeren of geiten. Toen steeg de rook omhoog in de lucht door het brandoffer. Het brandoffer werd aan God geofferd met dieren. En er is een graanoffer die geofferd werd aan God met graan dat werd gemalen tot heel verfijnd poeder. Vervolgens was er het dankoffer die aan God geofferd werd met dieren zoals ossen, geiten of lammeren. Toen zij het dankoffer offerden, konden zij die de offers brachten voor de offering samen eten van het offer. Vervolgens was er het zondoffer en een hefoffer. Deze offeranden waren van het brandoffer. Het brandoffer bestond uit een zondoffer en het hefoffer die regelmatig werd geofferd. Het zondoffer en het hefoffer hadden een betekenis van verzoening, God vragend voor de vergeving van hun zonde. Maar het zondoffer werd geofferd wanneer een persoon de wet overtrad tegen Gods wil of tegen God zondigde. En het schuldoffer werd geofferd wanneer een persoon de sociale wet overtrad. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat de koe van iemand het veld van een ander vernielde. Dan moest de eigenaar van de koe een schuldoffer offeren om daarmee te vergoeden. Op deze manier waren beide, de zonde en schuldoffer, beide voor de verzoening van zonde. Maar er was een verschil tussen hen. Voor het zondoffer moest worden verzoend, voor een zonde tegen God en de wet. Waarna het schuldoffer voor zonde was die begaan is tegen de sociale wet of tussen mensen. Dit is een makkelijke manier om het verschil te begrijpen. Op deze manier offerden de Israëlieten offeranden aan God gedurende het jaar. Zij offerden iedere dag brandoffers aan God, in de ochtend en de middag. En op de Sabbatdagen offerden zij brandoffers. Op die manier spraken zij met God door de offeranden gedurende het jaar te offeren. Toen maakte God het offer van het Oude Testament en in die van het Nieuwe Testament, welke een beetje makkelijker en eenvoudiger zijn, waardoor wij verering kunnen offeren aan God zonder grote moeite, terwijl wij onze dagelijkse leven leiden. De Sabbatdag is slechts 1 keer per week. Als wij God zelfs op de Sabbatdag niet aanbidden, dan is er geen verschil met Gods genade verraden, die ons van onze zonden verloste, voor welke wij voor eeuwig zouden moeten sterven. Laten wij vandaag dus de reden begrijpen waarom wij altijd de heilige verering aan God moeten offeren. In Exodus hoofdstuk 12 noemde God het Pesach het Pascha-offer en vertelde ons duidelijk dat het een offer is voor de Heere. Wanneer wij de woorden zien in het boek van Exodus, kunnen wij weten dat de mensen die offers overdragen aan God en God juist aanbidden en wie God op aarde zoekt, mensen zijn van Sion. Wij moeten trots zijn dat wij in Sion zijn als Gods volk.
Laten wij kijken naar Jeremia hoofdstuk 31 en kijken wat God zegt over het oude verbond en de offering van het nieuwe verbond. Jeremia hoofdstuk 31, vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hun getrouwd had, spreekt de Heere. Het betekent dat wij de oude verbond hebben verbroken, toch? Vers 33. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Met de komst van de offering van het nieuwe verbond, zei God zeker, hij zal aan de zonde van zijn volk niet meer denken. Hier kunnen we zien dat God volledig onze zonde vergeeft in zijn grote genade. Wat betreft verering en offer, leert God ons in het Oude Testament dat wij niet vergeven zijn van onze zonden zonder de verering of het offer. Laten we gaan naar Leviticus hoofdstuk 6. Wij moeten weten waarom wij de dienst houden. Wij komen niet alleen liederen zingen en bidden. Wij moeten God vereren door hem altijd in de kern van onze harten te plaatsen. Leviticus hoofdstuk 6, vers 6. Hij moet zijn schuldoffer voor de Heere naar de priester brengen. Een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee, tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer. Zo moet de priester verzoening voor hem doen, voor het aangezicht van de Heere. En het zal, wat? Het zal hem vergeven worden ten aanzien van welke zaak dan ook waaraan hij zich schuldig gemaakt heeft. Als wij geen offer hebben, wat de eredienst betekent, zou er geen manier zijn om te worden verzoend. Als God ons vandaag ook deze dienst niet had toegestaan, hoe zouden wij vergeven kunnen worden voor onze grote zonde, die wij tegen God zijn begaan in de hemel? En hoe konden wij dank offeren aan God voor de gratie van onze verlossing? Dus door het boek Leviticus toont God ons hoe onze zonden vergeven werden in de Oude Testamenttijd als een schaduw. In Leviticus hoofdstuk 6 vers 7 maakt God ons duidelijk met het feit dat onze zonden vergeven zouden worden door de dienst die geofferd wordt aan God. Dat is de reden waarom de dienst belangrijk is. Door deze dienst die wij vandaag offeren, worden onze zonden en overtredingen compleet vergeven. Dus ik hoop dat wij God hier dank en glorie voor kunnen geven. Over de dienst zeggen enkelen, de dienst is niet zo belangrijk. Wat is belangrijker dan de formaliteit in het hart? Dat is waar. Het kan op enkele vlakten waar klinken. Maar wat zouden mensen doen als hun harten gericht zijn naar God? Zij zullen ernaar handelen, toch? Wanneer iemand slechts denkt, ik geloof in Jezus, ik geloof in God, en doe niets, kunnen wij zeggen dat zijn geloof perfect is? Wat zegt het over zulk geloof? In Jacobus hoofdstuk 2, er staat dat het dood is. Het heeft een soort vorm, maar geen leven erin. Als wij leven willen hebben, moet ons geloof gepaard gaan met onze daden, toch? Daarom moeten wij de dienst niet licht nemen of het verachten.
In 1 Samuel hoofdstuk 2 kunnen wij een van de mensen die vervloekt werden doordat zij offeranden aan God licht namen en het verachten. Laten wij kijken naar 1 Samuel hoofdstuk 2, 1 Samuel hoofdstuk 2, vers 17. Zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot, want de mensen verwierpen hierdoor wat? Het offer van de Heere. Gods offeranden worden offers genoemd in het Oude Testament. En de uitdrukking dienst wordt in het Nieuwe Testament gebruikt. Maar het betekent hetzelfde. Hun zonden waren erg groot, want zij verwierpen hierdoor de dienst van de Heere. Er staat niet simpelweg dat het groot was, maar een aangepaste vorm werd gebruikt. Het woord erg werd toegevoegd. Het kan gelezen worden als: hun zonden waren niet klein in Gods aangezicht, maar heel groot. Iedereen, wanneer wij dit in de Bijbel zien, moeten wij gedenken en in onze harten graveren dat deze dienst die wij offeren aan God nooit iets kleins is. Als kinderen van Zion moeten wij meer glorie, prijs en dank geven aan onze hemelse vader en moeder. God heeft ons al onze zonden vergeven door de offering van het nieuwe verbond. Maar als wij God opnieuw verlaten en dwalen in zonde, omdat wij Gods genade van vergeving en verzoening hebben gekend, is er geen ander offer voor verzoening voor zulke mensen. Dat staat in de Bijbel. Over de zonde die wij in het verleden hebben begaan, toen wij God niet kenden, gaf God ons een mogelijkheid om vergeven te worden door het offer genaamd het nieuwe verbond. Maar nadat wij tot God gekomen zijn in het licht van de waarheid en de waarheid verlaten, Sion of God verlaten, is er geen offering meer voor die zonde. Met andere woorden, we hebben geen mogelijkheid meer om verlossing te ontvangen, toch? Wij moeten Gods offer nooit licht nemen. Laten wij kijken naar Hebreeën hoofdstuk 10, vers 26. Want als wij willens en wetens zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zware straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, het bloed van het nieuwe verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft? Wij moeten de geest die wij hebben ontvangen nooit smaden. Ons gedrag en manier van leven die wij in het verleden hadden, toen wij God niet kenden, moeten veranderd worden, aangezien wij God juist hebben ontvangen en nu in God zijn gaan wonen. Door dat te doen, moeten wij de prachtige offeranden, heilige diensten offeren aan God, toch? Ik hoorde dat nog een enorme krachtige orkaan Amerika zal treffen. Deze orkaan wordt Irma genoemd, die als enorm klinkt in het Koreaanse taal. Mensen zeggen dat de orkaan Irma krachtiger zal zijn dan de ene die Houston trof. Dus wanneer die dag aanbreekt en u niet naar de kerk gaat, omdat er geen vervoer is om naar de kerk te gaan, in zulke onvermijdelijke gevallen staat God ons toe om individueel de dienst thuis te houden. Laten wij dit vandaag in gedachten houden en God danken voor het vergeven van al onze zonden, door ons vandaag toe te staan de Sabbatdag te houden. Laten wij door al de erediensten des te meer gezegend worden, in overvloed door Gods genade.
Wij kunnen door de vermeldingen van de Bijbel bevestigen dat wij niet zoals de mensen zijn die zonder hoop leven, maar de hemelse mensen die uit hen verkozen zijn. In de Bijbel staat er geschreven: verzamel hen die met mij een verbond hebben gemaakt met het offer. Hun namen staan geschreven in het hemelse boek des levens en ik zal hen verzamelen en naar de hemel brengen. Dit is Gods wil. Door dit in gedachten te houden, laten wij eeuwige dank en glorie geven aan God Elohim, die ons toestaat dit genadig en prachtig offer en mooie dienst te offeren. Hiermee wil ik het woord van vandaag beëindigen. Dank u zeer.